thema? Kidney Health for All. Dus eigenlijk is het, je moet het zien als een gezonde nier voor een ieder. En dat was onze slogan eigenlijk van vandaag. Als je weet dat je een gezonde nier hebt, behoud het zo. En hoe kan je het behouden? Dus door eigenlijk informaties te komen halen bij ons. Want dan kunnen we je eigenlijk uitleggen hoe je een gezonde nier kan behouden. Ja, het is gebleken dat de samenleving eigenlijk niet echt bewust is om de nieren, hoe belangrijk ze zijn. En eigenlijk zijn de nieren belangrijke organen van je lichaam. En het gaat meer om die awareness dat wij willen gaan kweken in mensen om te gaan begrijpen dat eigenlijk dat de nieren nou een belangrijke orgaan is. Dus je moet eigenlijk zo goed als mogelijk zorgen voor je nieren. En dat kan je doen door middel bijvoorbeeld van een goede leefstijl, letten op je voeding, gezond leven. Dit is eigenlijk de Nierdialyse Centrum. We zijn naast het Slaans Hospitaal. En de reden van vandaag is eigenlijk dat we de samenleving eigenlijk uitnodigen om het status van hun gezondheid te komen kijken. Dat wil zeggen dat je bent in de gelegenheid gesteld om je bloeddrukken te meten, om te kijken of het in een normale waarde is, je glucose, informatie over HIV. We hebben BioG ook die ons ondersteunt met roken, mentale gezondheid. Ja, we hebben ook een arts die zich bezighoudt met niertransplantatie. Ook zij heeft een stentje. Ja, dus eigenlijk meer informatie over de nieren eigenlijk en het gezond leven. Directeur, vandaag is het Internationale Nierendag. Waarom zijn onze nieren zo belangrijk? Wel, het is belangrijk omdat de nieren ervoor zorgen dat ten eerste de afvalstoffen van het lichaam verwijderd worden. De nieren reguleren de vochtbalans. Die zorgen ervoor dat er een goede elektrolytenniveau is in het lichaam. Ze zorgen voor de omzetting van vitamine D. Ze zorgen voor de productie van een stof waardoor onze rode bloedcellen ook op niveau zijn. Maar belangrijk is dat er twee chronische ziekten voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de beschadiging. Dat is suikerziekte en hoge bloeddruk. En die twee ziekten die zijn ook door ons gedrag te beïnvloeden. Directeur, wanneer gaat men over tot het dialyseren en wat is dat eigenlijk? Tot het dialyseren, dan wat ik zei, als de nieren beschadigd zijn tot een bepaald niveau, tot een bepaalde percentage, beneden de 30 sowieso, dan is het vaak nodig dat jouw lichaam niet genoeg afvalstoffen kan verwijderen. En dat je dan eigenlijk afhankelijk wordt van de hulp van een machine. Hoe is het leven zo, meneer Rosario? Dat weet ik veel door bloeddruk en suiker. Die soort dingen hebben me zover gemaakt. Dat ik zover ben beland met dialyse en die soort om te dialyseren hier in een week 3 keren. Maar als alles goed afloopt, ik ben nu bezig voor de transplantatie. En de dokters zijn bezig, de doktoren zijn bezig met onderzoekingen. Maar ik hoop dat het lukt binnen een paar maanden. Dat ik wel kerngezond word als ik al een andere nier heb. En de voeding speelt natuurlijk een hele belangrijke rol. Hè? Ten eerste ter preventie van nierziektes. Maar ook als je het al hebt, zeg maar, is het heel erg belangrijk dat je dus extra op je voeding let. Want als we alleen denken aan wat de functies zijn van de nieren, dan een van de functies is dat ze dus de afvalstoffen uitscheiden, zeg maar, uit ons bloed. En over het grootste gedeelte komen deze afvalstoffen uit onze voeding. Dus het is heel erg belangrijk om te weten van welke voedingsstoffen of welke voedingsmiddelen hebben extra invloed, zeg maar, op dat van die nieren. Wat moet je eten, wat moet je niet eten? dat kan ik niet in 30 seconden vertellen. In principe is niks verplicht of is niks verboden, zeg maar. In principe mag je wel alles eten. Wat wij als diëtisten proberen te leren is dat een goede balans in je voeding wel heel erg belangrijk is. Weinig zout, omdat het bekend is dat sowieso zout en zoutrijke smaakmakers, maar voeding dat veel natrium heeft, dat slecht is voor de nieren. U heeft net gezegd dat mensen eigenlijk weinig tot geen zout moeten eten. Wat kan men dan gebruiken om toch het eten zo smakelijk mogelijk te maken? Ja, kijk, we associëren zout met dat heeft smaak.
aan ons eten. Heeft het eten geen zout of voegen we geen zout toe aan onze voeding of aan onze eten, dan heeft het al geen smaak. Toch? Maar smaak kunnen we dus ook vinden in andere smaakmakers, andere specerijen. Gedroogde kruiden natuurlijk kun je ook gebruiken, zoals zwarte peper, witte peper, maar ook masala, ook katoenbar, kanchoor, kuneer, die kurkuma, lontai, dat soort dingen zou je ook kunnen gebruiken om je voeding een beetje extra smaak te geven. Toch? En ook peper. Toch? Surinamers eten over het algemeen toch veel peper. Dus je kan je eten ook op smaak brengen met wat peper. Meneer Rosan, zelf als een nierpatiënt, wat is uw boodschap aan de gemeenschap? Kijk, de gemeenschap moet opletten op hun voeding. Dat is het belangrijkste. De voeding, zijn rusttijd en matig eten en gezond eten en gezond drinken, matig drinken. Nou, als het voor de gezondheid gaat, dan moet je natuurlijk weten wat je moet gebruiken, wat je niet moet gebruiken. En wat je moet eten. En wat goed is voor je lichaam. Wat is de belangrijkste boodschap die de mensen meekrijgen? De belangrijkste boodschap is dat je sowieso, dus het bewust maken van het belang van de nieren in het lichaam. En dat wij middels gezond levensstijl zoveel mogelijk moeten proberen om onze nieren te beschermen.